Zitten we dan? Zitten we vast op het feestje van Julius? Hoe erg kunnen we het hebben? Oh, maar dan moeten we dat leuk maken. Ik heb wel een idee. We pakken die Julius. Geeft het dan nou nooit meer een feestje? Wat wil je gaan doen dan? Je gaat toch niet vechten? Nee, dat is zo 2017. Nee, kom, pak de telefoon. Ik ga even op die. Je moet niet denken dat je slim bent. Je moet niet denken dat je leuk bent. Je moet niet denken dat je knap bent. Je moet niet denken dat je stoer bent. Geef nou bij de party en je denkt dat je wat bent. Maar wat slingers en wat ziek, dat maakt je nog geen echte fan. Met een stoere matje, daarvoor heb je geen talent. Je bent gewoon een kruisje door je moeder, veel te veel gewend. Je moet niet denken dat je iets bent. Kan beter denken dat je niets bent. En dat je eigenlijk een boer bent. Dus denk vooral niet dat je stoer bent. Maar kijk eens naar je kleren, die zijn echt zo decadent. Je bent de grootste commoneel die ik ooit heb gekend. In wezen een gek, psychiatrische patiënt. Als lullig zijn in sport was jij de nummer 1 klassement. Je moet niet denken dat je slim bent. Je moet niet denken dat je leuk bent. Je moet niet denken dat je knap bent. Je moet niet denken dat je stoer bent.